Ik woon hier nu 4 jaar en ik vind het heerlijk. En als je zoveel reist als ik, zoveel tussen de mensen zit, vaak in grote steden. Als ik thuis kom, dan zoek ik die rust en ruimte heel erg op. En hier is het net iets makkelijker te vinden dan in Nederland. Nog god, god voor ik wel. Ja. Ze is echt wel hemma. Ja, maar wat heet dat voor? Hoe spannend. Oh ja, ik ga eerst ook in Finland. Het is dat voor de visie presenteren niet echt goed vanaf met band Nightwish. Ja, echt goed. Median, en sen till Nederländerna. Direct met de handen skogen på turné Europa 4 weken. Zo, we boden. Het is nooit mijn ambitie geweest, maar ik heb wel altijd gehoopt dat mensen graag naar mijn muziek zouden willen luisteren. En heel vaak het gevoel gehad dat het ergens ophield, zo gauw het woordje metal ook maar in de buurt kwam. Plus alle vooroordelen die daaraan vasthingen. En nou ben ik op een heel andere manier eigenlijk binnengekomen bij een heleboel mensen. En kan er eigenlijk met mijn verstand nog steeds niet helemaal bij. Überhaupt niet dat het alweer 2020 is, want er is zoveel gebeurd in 19 dat ik eigenlijk nog eventjes gewoon moet... dit is allemaal gebeurd en wat gaaf en wat leuk. En dan ga je die solo shows doen. Maar wat gaat er daarna dan gebeuren? Ik heb nog geen idee. I was proud already before all of this, you know. It's been how many years? 20 years. I've always been proud. Are you proud of me? I'm very proud. Nobody digs a hole like you. No. Paardjes, zullen we wat leuks gaan doen eventjes? Een stukje wandelen. Ik denk dat de ontwikkeling van mijn stem heeft te maken met mijn persoonlijke ontwikkeling. Hoe je als mens ook groeit en volwassener wordt en meer open begint te staan voor van alles en nog wat. Daarin heeft Nightwish mij een enorme kick gegeven, een boost gegeven om door te ontwikkelen. En toen ik vanuit daar eigenlijk weer andere muziek ging zingen, zoals ik bij Beste Zangers gedaan heb, ineens toch eigenlijk popmuziek weer opnieuw gaan oppakken, kwamen al die dingen ineens weer heel erg op zijn plek, waardoor ik... heel erg vanuit mezelf dingen kon zingen. Of het nou Shallow was van Lady Gaga, of toch een Nightwish liedje, of het Vilia lied, wat toch al een oude klassieker is binnen de operette. Ik kan het vertellen. En dat is iets waarvan ik denk dat het ook weer met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Dat je het nog meer zodanig je eigen kan maken, dat het bijna niet meer uitmaakt wat je zingt, maar dat het vanuit jou komt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur.